Een vaart, goeiedag. Het is donderdag, dat wil zeggen. Het is weer ATV Sportstijd en vandaag ontzettend veel binnenlands nieuws. We hebben de start van de Telesuur Suvobo Volleyball Playoffs. We hebben beide hoofdklassewedstrijden voor u. Die wedstrijden waren live in uw huiskamer te zien. En we hebben de verslagen daarvan. We hadden hoog bezoek. Een levende legende, Tommy Asenga, was bij ons op bezoek. En hij vertelt ons van alles over zijn carrière en die van zijn zoon. We hebben American Football gehad het afgelopen weekend. Het veteranentoernooi voor wat betreft de 40-plus klasse. Die is ten einde dat allemaal in het binnenlands gedeelte. We hebben natuurlijk ook nog het schema van de SVB. En in het buitenlands gedeelte hebben we een belangrijke ontknoping in de Premier League. We hebben Coppa de Italia en we hebben NBA basketbal voor u. Be standby voor ATV Sports. Motores, Faísca Gold, you can't control me. Elk huis vertelt zijn eigen verhaal. Waar je ook woont of wat je stijl ook is. Ashley Furniture heeft voor elke smaak of stijl gepast meubilair van hoge kwaliteit. Vertel je verhaal en creëer jouw uniek droomhuis met Ashley Furniture. Nu verkrijgbaar bij Lucky Store aan de Jorenbreestraat. Lucky Store. Het Surinaams Warenhuis. Welkom terug bij ATV Sports. Ook een hele goede avond van mijn kant uit. En we beginnen deze uitzending met de volleybal playoffs. Bij de heren, zowel de dames, hadden we een hoofdklassepartij. De eerste die we voor u hebben is de partij tussen Livo en SVV. Lavenberg. Hele goede aanval hier van SVV. Er zaten drie man. Die ervoor moesten zorgen dat die bal dus niet in het veld mocht. En Stefano gaat voor een kort achterbal en de ploeg van SVV die was daar niet ready voor. Set point voor de ploeg van Livo. Weer die Stefano Breinburg die dus Livo aan een punt helpt. En hier kan de wedstrijd afgemaakt worden. Wordt verdedigd, gaat via de handen van het blok. En het is weer Stefano Breinburg die deze set wint voor Livo. En ondanks hij dus aan service is. Dus wat Breinburg aan de ene kant doet. Doet Messen Anakaba doet, aan de andere kant. Opvallend genoeg heeft coach Straal. Geen wissels. Nee. Ook geen timeouts. Ook geen timeouts. Ook geen timeouts. En Messen Anakaba die laat weer zien waarom hij vorig jaar volleyballer van het jaar is geworden. Gaan we wat van maken. Klopt. Setpoint voor Livo, 26-25. SVV moet dit punt scoren, willen ze. Goede paas van die libero. En dat is een prachtig, een killer blok op Messen Anakaba. 12-5 staat het in elk geval voor Livo. En je zou bijna kunnen zeggen dat Livo koerst naar de winst van die set. Maar even kijken of SVV in haar val kan terugkomen. Asimia speelt er makkelijk over. Een beetje frustratie zie ik. Daarbij Claudius Straal over de keuzes van de setter.
En zij hebben nu set point en zijn 1 punt verwijderd om 1-0 voor te staan dus in deze serie. Blijft u natuurlijk afgestemd, want Dion is reeds beneden op het veld. Samen met Jamira Brosh. Zij gaat dus de interviews doen met de coaches. En Livo die wint de laatste set van SVV. Het eindigt met 3-0. Zoals zij ook hadden aangegeven dat zij met 3-0 willen en zullen winnen. Dat was dus de wedstrijd Livo-SVV. Livo die wint met 3-0. Dion, jij was ook in de hal aanwezig. Wat vond je van deze wedstrijd? Een goede wedstrijd. Ik denk dat het niveau van de herenhoofdklasse dit jaar... het is een spannende play-offs. Dus ook eigenlijk niet eens zo'n slecht niveau. Twee teams die een beetje hetzelfde type volleybal vertonen. SVV is wat jonger dan Livo, maar Livo gooit grote ogen om dit jaar het kampioenschap binnen te halen. Ze hebben zich zwaar versterkt met voornamelijk Stefanio Breinburg, die best wel veel verschil uitmaakt in deze ploeg. En ze hebben in elk geval de eerste slag geslagen en staan nu dus 1-0 voor. Voor jou, Shahnaz, het was je commentatingsdebuut. Wat vond jij daarvan? Ik vond het interessant. Eigenlijk best wel leuk. Samen met Wilfred Galant. We konden gewoon lekker babbelen. En af en toe moest ik mijn lach ook wel inhouden door bepaalde dingen die hij zei. Maar voor de rest was het... ik moest mezelf ook inhouden eigenlijk. Want ik wilde tegelijkertijd ook kraken. En als er een fout werd gemaakt, moest ik er even erop letten van... Hey, niet boos worden. Miki, jij was ook in de hal. Jij was er bij de dameswedstrijd. Wat vond je van die? Voor mij was het ook nieuw. Want ik heb voetbal gedaan. Ik doe vaak voetbal. Ik heb basketbal gedaan. Dus volley was zeker wel nieuw. Niet zo'n spannende partij. Je ziet wel wie de sterke ploeg was in deze matchup. En ja, verder kijk ik er naar uit. Ik hoop dat de ploeg van Yellowbirds gaat groeien. En dat ze Jellico wat meer tegenstand kunnen geven in de volgende match. Over de dameswedstrijd gesproken, hier heeft u de wedstrijd Jellico en Yellowbirds. Maar zij mag nu gaan serveren. Heeft een paar goede punten achter de rug. Goed blok en een goede achterste tub. Goed opgezet voor Hek. Ze speelt hem over en prachtig gedaan dit door Bakaran. Overigens hoor. Dat je op setpoint voor jou niet in het net mag serveren. Maar ja. Er goed verdedigd bij de beurt. Shahnaz zet hem nu klaar voor Janice met een tipbal. En deze zit erin. De stand in de eerste set is dus 25-11 in voordeel van Jellico. Het wil nog niet zo goed lopen bij Jellico in deze tweede set. Maar Dion gaf het daarnet ook aan. Er zijn een aantal wissels gepleegd. Een aantal jongere dames zitten nu erbij. En hier gaat Groenewoud weer goed op. Goed opgevangen door Vient. En nu moet hij overgespeeld worden. Dat was dus de tweede paas. Shahnaz zet hem nu klaar. Goed opgevangen. En hij wordt nu overgespeeld. Opgevangen door Balkaran. En is een mooie rally. En op het moment dat ik dat zeg, wordt deze bal dus het net ingeslagen. Beetje commentatorskurs. Mocht er iets gebeuren met Shahnaz, dat we in elk geval al een backup plan ready hebben voor de finale. Dus dat is het idee wat ik hier zie. Een prachtige setup. Dus dit is een heel goed alternatief. Maar dat wil je natuurlijk als trainer ook eventjes zelf zien. De bal, goede setup van Balkaran. En de bal wordt langs de lijn geslagen. Daar heeft Birds geen antwoord op. En het is setpoint. Voor Jellico. De Graaf mag serveren. Ze speelt hem over. Opgevangen door Hek. En deze bal gaat dus uit. Dat is het, de final score in set 2. 25-16 in voordeel van Jellico. En de stand in deze wedstrijd is nu dus 2 voor de ploeg van Jellico. En 0 voor Birds. Die mensen die nu aan het net staan, die hebben de vorige set op andere posities gespeeld. Nou kijk, Balkaran die is in het midden gebleven. Ja, Ferdi verveelt zich hoor. Ferdi verveelt zich zwaar. Nu, het lijkt erop alsof de afgelopen 3 posities iedereen
die op positie 1, dat is rechtsachter, komt te staan, nu gaat het spel verdelen. Hek, die speelt hem weer over te hard. Oh, jongens. En op het moment dat je denkt, Yellowbirds gaat er nu een wedstrijd van maken, krijgen we hier weer een onforced error. Hier komt hij. Sjachnas Frenkel, die speelt hem over. Dankor, die kan nog binnenhouden. En deze bal wordt dus overgespeeld. Sjachnas zet hem klaar. En deze bal wordt niet gesaved. En dat is dus de laatste punt in deze game. De stand in de derde set. 26-24 in voordeel van Jellico. Zij winnen de game 1 met 3-0. Dat is dus de volleybal playoffs. Morgen hebben we de andere serie. Wat betreft de heren, nou, dat is het een herhaling van de finale van de afgelopen 10 jaren. We hebben het over Yellowbirds die tegen Jellico speelt. En bij de dames zullen Gideon en Condor het opnemen tegen elkaar. Morgen is dus, zijn de andere halve finale wedstrijden. En die kunt u natuurlijk ook live bekijken via ATV. We gaan over naar Tommy Asenga. Tommy Asenga die is een voormalige flag bearer van Suriname. Tijdens de Olympische Spelen heeft hij de vlag gewapperd. Is een hele succesvolle Olympian geweest. En heeft uiteraard ook zijn sporen verdiend. Uiteindelijk heeft hij een scholarship gehad in Amerika en woont momenteel in Zambia. Hij was hier bij ons op bezoek en hij vertelt het inspirerend verhaal wat er allemaal met hem gebeurd is tijdens zijn atletiek carrière. En hij gaat ook een klein beetje op in over zijn zoon die nu een super talent is voor wat betreft atletiek. Maar laten we gaan luisteren naar onze voormalige held Tommy Asenga. Laatste naam heb kunnen vertegenwoordigen. Het was echt een eer dat ik die gelegenheid heb gehad om dat te doen. Ik ben zo 1986, 87 ben ik begonnen met atletiek. En in 88 had ik de gelegenheid om Suriname te vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen. En in 1990 heb ik een scholarship, een beurs gehad om verder te studeren en dan ook Suriname om beter te trainen. In 1992 heb ik de gelegenheid gehad om weer naar de Olympische Spelen te gaan. In 1992 had ik de gelegenheid ook om de vlag voor Suriname te carry. En voor mij was een highlight dat ik de semifinale heb kunnen halen. Dus betekent dat ik 2 keer heb kunnen rennen. Ik heb jammer genoeg de finale niet kunnen maken, maar voor mij was het heel erg big dat ik dat kon doen. Andere highlight voor mij was dat, of course, Anthony Nesty at that time had de Olympische Spelen gewonnen in 88, 92. Was hij mijn roommate, so voor mij dat was ook een heel highlight. So ik had de hele tijd dat we daar waren samen met hem in een kamer kunnen zijn. Dus ik heb heel wat ook van hem kunnen leren. So dat was heel leuk. Ik denk niet dat veel mensen dat wisten. Maar tot nu toe zijn we vrienden. As a matter of fact, wanneer ik straks weer naar Amerika ga, ga ik hem gaan bezoeken. Misschien een dag met hem thuis bij hem zijn. Heb ik weer in 1991 heb ik de bronzen medaille gewonnen at de Pan-Amerikaanse spelen in Cuba. Ik heb ook tijdens mijn carrière heb ik zilver medaille gewonnen tijdens de NCAA voor mijn school. En we hebben goud gewonnen in 1993 in de indoor 4x800 meter waar ik de laatste leg heb kunnen rennen. En also in all of that also I managed to get a degree. I'm a veterinarian, so ik ben een dokter. Dus dat was eigenlijk mijn highlight in a nutshell. Impressive en natuurlijk veel om te ontleden. Laten we beginnen met de 800 meter, want los van uw persoon is natuurlijk ook Letitia Vriesde een grote atleet geweest op de 800 meter.
Waarom is Suriname zo goed geweest in die specifieke, dat specifieke onderdeel? Ik denk dat de reden waarom wij misschien, of al die onderdelen, dat misschien een beetje zo naar voren is gestoten. Omdat wanneer je die particuliere diensten doet, dat je hebt die faciliteiten die ze daar hebben in het buitenland niet necessarily nodig. Ik bedoel van, kijk nou, als je gaat sprinten, dan kan je niet op de gras doen, toch? Dus de 800 meter is een van de, ik denk een van de onderdelen dat vele mensen naartoe, moet ik zeggen, bewegen. Of, you know, you're more inclined to do the 800 dan misschien de sprint. We hadden ook een paar goede sprinters toen ik rende, maar de sprint is niet ideal voor Suriname. Toen we hier was, hadden we niks, geen... Nu hebben ze wel een korte synthetic baan, maar toen ik hier was, hadden ze geen kunststofbaan at all. So alles moesten we op de gras doen hier in de André Kamperveen stadion. So, misschien daarom, en het is, you know, en voor ons, voor mij, we moeten ook lange afstanden naar school lopen. Zo, al die dingen, dan beeld je die spieren en zo, dus dat denk ik hoor. Maar voor mij, het was gewoon dat ik het, is een van die wedstrijden dat ik heb meegedaan. En ik heb het goed gedaan en die coach dacht van, hey, je bent beter bezet om de 800 te rennen. You know, bepaalde mensen... Ze dromen om whatever te zijn dat je wilde zijn. So, wat ik aan mensen wil zeggen, dat je never stop dreaming. Je moet nooit denken dat ik iets nooit ga kunnen bereiken vanwege in de situatie dat je in bent. Of misschien wie je bent. Of misschien wat je doet. Als je een droom hebt, you have to do the things to proberen dat droom te realiseren. Ik zeg dat omdat toen ik klein was, wilde ik altijd een dierenarts worden. Oké? En dan ook, ik wilde atletiek rennen. Twee dingen. One, you have geen dierenarts school in Suriname. So that you can already think that maybe it's an impossible dream, als ze zeggen toch. Het is een onmogelijke droom. Ik kom ook van een familie dat mijn ouders zouden het nooit voor me kunnen bekostigen. Dat was a given, for sure. En dan drie, je wilde rennen met mensen die veel harder dan jou kunnen rennen. Ze hadden betere faciliteiten dan jou. En for whatever reason, that those dreams came true for me. Ja, dat was Tommy Asenga over zijn carrière, over het realiseren van je dromen en hoe je eigenlijk daarachteraan zou moeten gaan. Dion heeft dit interview gedaan. Dion, hoe vond je dit interview met Tommy Asenga? Superleuk. Ik moet eerlijk met je zijn, een van de prettigste interviews die ik ooit heb gedaan. Die man is een fresh of... Ja, hij is zo... Zoveel energie, zoveel positieve energie. En om te bedenken dat deze man, hij vertelt het ook in het interview, dat zijn ouders uiteindelijk naar het binnenland moesten verhuizen om de Binnenlandse Oorlog. Hij heeft hier in Flora gewoond, in Rangu gewoond. Uiteindelijk is hij in verschillende internaten geweest. Maar hij vertelde daarnet ook al van, hey, no las bribi basically. Als je iets echt wil, ga er gewoon voor. Hij heeft een hele lange route bewandeld om via LBGO naar NATE, naar de universiteit, om toch nog dierenarts te worden. Dus het was zo inspirerend en hij is echt nog een levende legende. En het was heel erg leuk om dit interview te doen. We gaan volgende week een ander gedeelte ervan doen. En we gaan het totale interview uiteindelijk ook lanceren op social media. Maar het was een heel, heel, heel erg prettig interview. Zeker iemand om naar op te kijken. En deze Tommy Asenga die heeft zijn sporen verdiend. Hij heeft een geweldige carrière achter de rug. Maar Tommy Asenga heeft nu ook een zoon. En wat kun je ons daarover vertellen? Het is een indrukwekkende atleet in Amerika op dit moment. Het is een man die high school records zet over het hele land. Een van de meest succesvolle atletiek landen aller tijden. En de zoon van Tommy Asenga breekt records daar. Hij heeft laatst een record gehad van 9
9.83 op de 100 meter. Ook op de 200 meter heeft hij rond de 20 seconden gerend. 9.83 voor Usain Bolt is gewoon een gouden medaille. Hè? Dus op het laatste WK is het een zilveren medaille. Nu moet ik toegeven, er was een klein beetje veel wind. Maar het feit dat hij deze tijden rent als jeugdige is super impressive. Heel erg. En bijna heel Amerika, Atletiek Amerika, praat al over hem. Ja, dat is dus informatie van Tommy Asenga, zijn zoon. En nu gaan we zelf naar Tommy Asenga luisteren over zijn zoon zelf. Nu is hij in Amerika. Hij heeft gewoond in Zambia. Maar hij heeft natuurlijk ook Surinaamse origines. En natuurlijk, iedereen in Suriname wil weten, kan hij en wil hij voor Suriname uitkomen? Wat is uw reactie daarop? Mijn reactie is ik ben heel erg blij. Eerste, maar ja, kan hij? Ja. Omdat ze hebben het mogelijk gemaakt voor de voetballers, dat als je binnenland hebt, ben geboren, je hebt Surinaamse ouders of whoever, I don't know how the wet is, maar het is definitely mogelijk. En dan wil hij, ja sowieso, want hij komt, hij is zoveel keren naar Suriname gekomen. Dat was dus Tommy Asenga. Wij gaan over naar voetbal. Afgelopen weekend hadden wij de finale van de Veteranen 40PLUS voetbaltoernooi. En de finale ging tussen Zorg en Hoop en Tamega. Zorg en Hoop in het groen en natuurlijk Tamenga in het rood. U ziet daar een aantal oud Nacho spelers, maar onder andere Clifton Sandvliet voor Tamenga. En aan de zijde van Zorg en Hoop heb je onder andere daar nummer 19, Roger Emmanuelson, Gordon Kinsaini. Dus een beladen 40PLUS finale, werd al heel lang erover gepraat. Dus wij moesten natuurlijk eventjes die kant op gaan. En hier een deel van de supporters. En daar zien we twee oud-bekenden naast elkaar. Deze twee mannen zijn vaker samen. Ik heb het over Patas de Nagel en Rinaldo Lupsen. Ook oud-Nacho-spelers. En zij zijn de andere dus komen bewonderen. Aftrap van deze wedstrijd. Zorg en Hoop mocht de bal aan het rollen brengen. En bij Zorg en Hoop hebben we als aanvoerder Patrick Alberg. Ex-Robin Hooder. En hier is Patrick Alberg gelijk aan de bal, werd op de hielen gezeten door Sebeda, ook ex-Nacho-speler. Dus een aantal toppers op het veld. Nu doen ze het in een andere klasse, maar het blijft toch geweldig om deze mannen in actie te zien. En een hele beleving op de velden van Sousis natuurlijk. Volgens velen wordt hier zelfs een stuk drukker dan het Asset-stadion. En het is een hele leuke beleving uiteraard. En deze finale heeft, ja, veel mensen keken er naar uit. Ja, was goed bezocht. Ondanks het slecht weer was, kun je merken dat er heel veel publiek op de been was. En daar zien we ook de gebroeders Hellings achterop bij Zorg en Hoop. Marciano en Raoul Hellings. Ja, die staan dan achter bij Zorg en Hoop. En dit is toch een van de betere spelers bij de 40PLUS klasse, Roger Emmanuelson. Die hier probeert richting het doel van Tamenga te gaan. Daar hebben we de boomlange doelman van Tamenga. Dat is Perry. Die keepte voorheen, vroeger ook voor Robin Hood. En hij was zeker wel een van de beste in zijn tijd. Hier gaat de bal dus lekker rond. Het was een beladen finale, een veelbesproken wedstrijd. En de ploegen van Zorg en Hoop en Tamenga hebben het publiek toch wel waargegeven. Waar voor hun tijd, we gaan niet zeggen voor hun geld. En dit was een van de eerste acties. Goed buitenom, Perry die verkleint zijn doel heel erg goed. En deze kans wordt dus om zeef gebracht. Hier hebben we Clifton Sandvliet met nummer 45. Probeert langs de gebroeders Hellings te dribbelen. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Was vroeger niet makkelijk en nu nog steeds niet. Zorgen. Zeker niet, zeker niet.
Zorg en ook de betere ploeg in deze wedstrijd. Veel meer kansen. Dit was een van de weinige pogingen van Tamega in de eerste helft. Goed gedekt door Hellings en hier wordt er gefloten voor een vrije trap. Let goed op Gordon Kingsani. Spelervatting. En dit is Gordy op zijn best. Gaat buitenom. Nog steeds snel, Dion? Ja, nog steeds snel. In elk geval snel genoeg. Mooi gedaan, maar voornamelijk goed versneld, om het zo te zeggen. Het is het juiste moment uitkiezen om snel te zijn. En dat is natuurlijk ook snelheid. Want omdat hij op het juiste moment kan versnellen, is hij zijn verdediger te snel af. Achterlijn halen, achterzet en het is 1-0 voor Zorg en Hoop. Volgens boekje. Ja, doelpunt gemaakt door Immo. Inmiddels beland in de tweede helft. Roger Emmanuelsson achter deze bal. Muurtje neergezet bij Tamega. Roger die speelt hem breed op Ferdinand Yapayou. Dat is een oude Robin Hood combinatie. En de 2-0 is een feit. Goed gedaan bij Zorg en Hoop. Yapayou die scoort. En inderdaad, oude Robin Hood combinatie. Yapayou natuurlijk ook bekend van de Nacho combinatie. En hier weer een vrije trap voor Zorg en Hoop. Wederom Roger Emmanuelsson. En hier schiet hij. Ja, blunder van Perry. Maar ook deze mag er zijn. En dit was dus de laatste goal in deze partij. De eindstand 3 voor Zorg en Hoop en 0 voor Tamega. Nou, dat was feest bij en in Zorg en Hoop na deze gewonnen finale. Ze keken er ontzettend lang naar uit. En het is een succesvolle competitie geweest en uiteindelijk ook een succesvolle finale. Zorg en Hoop mag zich dus kampioen noemen voor wat betreft de 40-plus klasse. Wij gaan over naar American Football, een redelijk nieuwe sport in Suriname. En afgelopen zondag was het allereerste toernooi. Het ging hier om een 5-tegen-5 toernooi. En bij ons op bezoek was de voorzitter van de American Football Bond in Suriname. En Sjagnas Frenkel had een interview met hem. Ja, we zijn ongeveer een jaar geleden hebben we ons georganiseerd als American Football Suriname. Daarvoor is het begonnen als een vriendengroep door Rochiel en Jordi Chan die een balletje hebben gekocht in het buitenland en dan hun vrienden hebben verzameld om een beetje over te gooien. En het is gaan groeien, het is zich gaan organiseren, AFS. En een jaar later zijn we erkend als bond in oprichting door het ministerie. En dat is dus AFFS, American Football Federation Suriname. En daar ben ik voorzitter van. Het is al een jaar. Wat hebben jullie gedaan met jullie eenjarig bestaan? We hebben in het jaar een heleboel gedaan. We hebben een aantal events gehad. Onze eerste event was een one-on-one event. Daar gingen we 1-tegen-1 doen en daar kwam een winnaar uit. En daarnaast hebben we nog meer events gedaan. We hebben een Super Bowl party gehad bij het VAT. Er is een coach geweest uit Nederland, die heeft clinics verzorgd. Er is een tweede coach geweest uit Nederland, die heeft ook clinics verzorgd. Dus we hebben meerdere events gehad. En voor ons eenjarig bestaan hebben we de eerste competitie, American Football, georganiseerd in Suriname. En daarmee hebben we dus eigenlijk een Surinaams kampioen, American Flag Football. Wat zijn jullie toekomstplannen? Jullie zijn nu 1 jaar officieel. Jullie zijn sinds kort een bond in oprichting. Wat volgt er nog meer voor American Football? De league die we willen opzetten. Scholencompetitie. En we willen ook een nationaal team hebben die mee kan doen aan internationale wedstrijden. En we kijken al naar het Olympisch Spelen. Want American Flag Football wordt een Olympische sport in 2028. American Football was al op de World Games, de afgelopen World Games. Dus we kijken naar internationale wedstrijden en natuurlijk, iedereen wil naar het Olympisch Spelen gaan. Dus wij ook. En we zijn er overtuigd van dat het ons gaat lukken. Jullie moeten dan eerst internationale ervaring opdoen. Hoe gaan jullie dat doen en wanneer gaan jullie daarmee starten? We zijn bezig dus elke week te trainen. We hebben 3 trainingen in de week, dinsdag, donderdag en zondag. En deze groep die wordt steeds beter. Op een gegeven moment kansen zich voordoen om tegen teams te spelen in het Caribisch gebied.
om maar een voorbeeld te noemen, er zijn landen die al geïnteresseerd zijn. Als ik kijk naar Curaçao, daar is er een Nederlandse Amerika voetbalspeler met wie die ook betrokken is geweest bij een paar van onze van de ondersteunende partijen die we in Nederland hebben met Amerika voetbal, die eigenlijk al naar ons kijkt. Dus we zullen ons gewoon goed moeten voorbereiden om tegen hun te kunnen spelen. En wanneer dat zover is, zullen we het zeker doen. Tot slot, heb je nog iets om aan te vullen omtrent American Football Federation Suriname? Ja, het heeft een hele mooie toekomst. American football, flag football vooral, is een sport die heel sterk aan het groeien is. Het is een van de sterkst groeiende sporten ter wereld. NFL, dat is een van de meest, dat is ook een van de grootste sportorganisaties ter wereld. Die is het heel erg aan het pushen om het vooral in landen als Suriname tot ontwikkeling te brengen. En we zijn er dus mee begonnen, precies op de juiste tijd. Dat is één. En daarnaast is het ook gewoon een hele leuke sport. Iedereen is welkom. Als degenen die geweest zijn, die zullen het misschien hebben opgemerkt, maar misschien ook niet. Maar als je naar Amerika voetbal kijkt, is er plek voor iedereen. Voor elke maat. Lang, kort, dik, dun. Iedereen past erbij. En de cultuur die er heerst, is ook heel erg divers. Je hebt alle kleuren in een team. Het maakt niet uit. Onze teams zijn niet heel specifiek per kleur organisch ontstaan. Organisch is juist ontstaan, een heel divers team. En dat is iets dat echt bij Amerika voetbal hoort. Dat hebben we ook in het buitenland gezien, in teams waar we zelf hebben gespeeld. Dat gewoon heel divers is. Dus iedereen is welkom. En we zijn gewoon één grote American Football Family. En iedereen die dus wil komen spelen, die moet niet het gevoel hebben dat er een drempel is. Iedereen kan komen. Dus mijn verzoek naar de samenleving toe is, kom het proberen. Dinsdag, donderdag, zondag van 8 tot 10 door de week en in het weekend dus van 4 tot 7. Op de Witte Lotus. De Witte Lotus. Witte Lotus, ja. Dankjewel Priyas voor je tijd en heel veel succes ermee. Ja. Hartstikke bedankt. Thank you. Dat was dus Priyas Kewal Bansing, de voorzitter van American Football Federation Suriname. We gaan over naar voetbal, want dit weekend hebben wij weer wedstrijden in de eerste divisiecompetitie van de SVB. Laten we even kijken naar het schema. Hier ziet u dan de wedstrijden van vrijdag 28 april. Notch Brokey die begint om 7 uur. Robin Hood voorwaarts 9 uur. Deze wedstrijd wordt live uitgezonden op 12.2. De wedstrijden van zaterdag PVV Santos om 6 uur. Slade Junior Intermo Wotapo om 8 uur. En de wedstrijden van zondag SNL tegen Flora en Leo Victor Transvaal. En ook deze wedstrijd wordt live uitgezonden op kanaal 12.2 en hij begint om 8 uur. En al deze wedstrijden worden gespeeld in het Franklin Asset Stadion. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van het binnenlands gedeelte. Be standby. Over enkele ogenblikken komen we terug met ons buitenlands blok. Elk huis vertelt zijn eigen verhaal. Waar je ook woont of wat je stijl ook is. Ashley Furniture heeft voor elke smaak of stijl gepast meubilair van hoge kwaliteit. Vertel je verhaal en creëer jouw uniek droomhuis met Ashley Furniture. Nu verkrijgbaar bij Lucky Store aan de Joren Breestraat. Lucky Store, het Surinaams warenhuis. Elke zaterdag hebben wij onze girls happy hour. Heerlijk wijntje erbij. Ja, weet je, ik ben best exclusief met mijn handen. Soms valt er iets om. Ozon 6-in-1 haalt niet alle moeilijke vlekken weg. Ik hou echt van lavendel. Je ruikt het nog steeds tijdens het kletsen. Ozon 6-in-1 is echt een aanrader. Hey.